Hallo, dit is een kort filmpje met hoe je de MyFitnessPal app best kan gebruiken. Dus de MyFitnessPal app is een gratis app die je kan gebruiken om je calorieën dat je inneemt bij te houden. Je kan ook kijken naar hoeveel bijvoorbeeld koolhydraten, suikers, zouten, al die dingen kan allemaal bijgehouden worden afhankelijk van wat dat je invoert in de app. Nu, om even simpel te beginnen, eerst en vooral, je kunt calorieëndoelen inzetten zoals bij mij nu hier staat. Voor mij is een onderhoudsniveau of een lichte afval zelf 2600 calorieën. Afhankelijk van je activiteitsgraad is dat, van je leeftijd, vetpercentage, al die dingen. Dat is een getal dat voor mij goed is, maar dat zal bij jou anders zijn, hoogst waarschijnlijk. Nu, dat is nog niet zo heel belangrijk. We gaan vooral werken op bijhouden van wat dat je moet hebben. En die berekening doe ik wel voor jou. Wat kan je doen? Dus je gaat naar een dag. Ik heb nu de morgen gepakt voor mij. En je kunt dus add food doen. Dit zijn een aantal dingen dat ik recent allemaal gegeten heb. Als je ziet, als er bijvoorbeeld zo'n groen dingetje bij staat, zoals bij blueberries, dan wil dat zeggen dat dat gecontroleerd is door ergens iemand, of dat dat al een paar keer geverifieerd is, dat dat correct is. Als dat er niet bij staat, kan het zijn dat het niet accuraat is. Dan zit het best dat je een keer bekijkt. Bijvoorbeeld, ik zeg maar eens die parmaham dat daar staat. Je hebt heel veel verschillende soorten parmaham en je hebt soms nogal wisselende vormen van hoeveel calorieën dat erin zitten. Dus bekijk goed dat je de juiste vorm pakt. Nu, ideaal is wel als je het kunt scannen. Dat is van boven hier bijvoorbeeld scan barcode. Hé. Dus daar dan duw je op. En dan, ja, dan pak je hier het eerste. Want dat je bij mij is een blikje Pepsi Max toevallig. Beetje schaamtelijk. Maar, dus dan kun je dat scannen. Zo. Nu, het is een Pepsi Max. Dus dat het quasi niks zijn van calorieën. Dus ja. Zoals dat je ziet. Dan kun je dat invoeren. Kun je van boven dan op die V klikken. Ja. Zo. Ja, dat gaat natuurlijk niet veel effect hebben op je dagelijkse calorieën. Maar je gaat niet alles kunnen scannen. Bijvoorbeeld een banaan of zo. Hey, dat gaat niet gaan. Wat doe je dan? Je klikt dan op Add Food. Dan kun je hier van boven intippen. Banaan of banana. Ik heb meestal hier banana, supermarket banana gebruik ik vaak. Onder de 5 calorieën. Je ziet die andere dat daar staat is 0,5 banaan, dat is 3,50. Dus je ziet dat die twee ongeveer wel overeenkomen. Dus dat is een vrij goede waarde. Je hebt hier andere ook. Hier, banana, voilà, dat staat erin geverifieerd. Misschien zou ik beter de din beginnen pakken in het vervolg. Onder 18 gram, dat zal voor een gemiddelde banaan wel goed zijn. En je ziet daarin hoeveel koolhydraten, vetten en eiwitten dat erin zitten. En dan klik ik dus op dat veetje en dat staat er zo in. Maar het beste is nog altijd als je het scant, omdat je dan weet exact wat dat het is. En anders ga je die variabelen hebben. Dat is moeilijker als het gaat om iets van de slager bijvoorbeeld. Maar dan typt je iets zo goed mogelijk in. Wat kun je ook doen? Je kunt op het einde van een dag kunnen kijken naar nutrition. En dan kun je hier zien hoeveel eiwitten dat je hebt. Hoeveel koolhydraten, vezels, suikers en allemaal. Nu, dat hangt ook wel een beetje af van hoe goed dat het is ingevoerd. Door de mensen die de app hebben. Die de dingen erin gezet hebben. Dus pak dan maar een zekere korrel zout. Maar calorieën, eiwitten, koolhydraten en de vetten zijn normaal gezien wel redelijk goed. Dus nummer 1, 2 en 5 in die lijst hier. Suikers is vaak ook wel correct ingevuld. Vezels eigenlijk ook wel hoor. Maar zo kan je dat dus bekijken. En afhankelijk van ja, die vitamines dus ook minder opkijken. Omdat dat vaak gewoon niet wordt correct ingevoerd door de mensen die de app gebruiken. Die dingen erin steken. En dat is eigenlijk het voornaamste. Je kunt dat dan per maaltijd doen. Zo kun je een beetje zien wat dat je van calorieën hebt. Nu, belangrijk is wel dat je dus, als je bijvoorbeeld een steak gaat eten, dat je zelf haalt, dat je die gaat moeten wegen. Als je weegt, weeg altijd iets dat nog niet klaargemaakt is. Want je weet wel dat als je bakt, dan gaat er natuurlijk water uit. Dat water, dat hoort wel bij die originele berekening die in die MyFitnessPal app staat. Dus anders gaat het constant met een onderschatting zijn. Vergeet ook niet dat je, als je vetten gebruikt, als je bijvoorbeeld in olijfolie iets bakt, ja, dan moet je daar wel olijfolie bij doen ook. Het allergemakkelijkste is als je weegt, als je dan een kleine keukenschaal weegschaal voor hebt. Of wat je ook kunt doen, wat ik vaak doe, ik eet bijvoorbeeld 's morgens een keer. Ik eet een pot van 400 gram eet ik in twee keer. Ja, dan doe je de ene dag 200, de andere dag 200 en ik eet ongeveer de helft. Dat zijn van die simpele kleine dingetjes die je wel kunnen helpen om het een beetje
te schatten. Maar ik zou zeker in het begin zoveel mogelijk wegen, omdat je daar minder goed idee van hebt dan dat je zou denken. En het verschil tussen 50 gram en 80 gram bijvoorbeeld lijkt niet veel, maar dat is wel plus 60%. Dus wel een zeer grote onderschatting van je calorieën als je die 50 pakt in plaats van de 80 bijvoorbeeld. Dat was het voornaamste van de app. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Moest je nog vragen hebben, laat het zeker weten. Succes!